Hij had grote, zachte handen. Zijn stem drong tot me door als een overweldigende rust. Ontspan je. Relax. Vergeet alles waarmee je bezig bent. Wat er vandaag gebeurt, blijft tussen ons. Eerlijk gezegd, geloofde ik nooit zo in hypnose. Ik was bang dat je de controle over jezelf zou verliezen. Op televisie had ik ineens gezien hoe mensen gekke dingen deden. Op de knip van een vinger. Nee, dat was niks voor mij. Maar toen overleed mijn moeder, volkomen onverwacht. Ik raakte mezelf kwijt in een diep verdriet en wilde niets meer. Niet meer slapen, niet meer sporten, niets. Het lukte me gewoon niet om over haar verlies heen te komen. Tot mijn vriendin Karin me adviseerde om een hypnotiseur te zien. Meneer Bergwijn. Ik was nerveus voor mijn eerste afspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, zei ik licht gespannen. Ik bedoel hypnose dan, zei ik volstrekt overbodig. Hij moest glimlachen en zei dat we het de eerste keer rustig aan zouden doen. Ik vertelde over waarom ik een afspraak had gemaakt en wat ik met de therapie hoopte te bereiken. Hij stelde me op mijn gemak en ik maakte een vervolgafspraak. Mijn tweede sessie was een week later. Ik verliet zijn praktijk met een goed gevoel en stapte blij in de auto. Maar net voordat ik weg wilde rijden, ontdekte ik iets schokkends. Ik zag dat mijn blouse scheef zat dichtgeknoopt en dat mijn BH-bandje gedraaid zat. Ik belde mijn vriendin Karin en vertelde haar dat ik me helemaal niets kon herinneren van wat er in die tweede sessie was gebeurd. Tweede sessie? Zei ze. Je hebt hem de afgelopen 2 maanden elke week gezien. Ik kon me niets herinneren. Niet eens hoe zijn behandelkamer eruit zag, waar ik dus blijkbaar uren had doorgebracht de afgelopen maanden. Karin's stem stopte even. En toen zei ze, je moet aangifte doen. Karin ging met me mee naar het politiebureau. Ik vertelde dat ik geen medicijnen gebruikte, niet dronk. Karin vertelde dat ik 9 keer bij Bergwijn langs was geweest. De politie vroeg wanneer mijn volgende afspraak was. Dat was 3 dagen later. De politie geloofde me, maar ze hadden meer bewijs nodig om hem te kunnen arresteren. Ze vroegen of ik tijdens mijn volgende afspraak een verborgen camera wilde dragen. 3 dagen later liep ik zijn praktijk in met een camera in mijn tas en een microfoontje verstopt in de naad van mijn blouse. Zo kon ik vastleggen over wat er zich allemaal in zijn kamer afspeelde tijdens de hypnosesessies. Maar toen ik hem zag zitten, sloeg de twijfel toe. Klopten mijn verdenkingen wel of had ik het me allemaal verbeeld? Waarom zou iemand die mensen beter wilde maken, dit soort dingen doen? Ik kon het gewoon niet bevatten. Is er iets gebeurd? Zei hij. Je bent zo gespannen. Doe je ogen maar dicht en focus op je ademhaling. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Ik voelde hoe ik in een soort trance raakte. Hetzelfde soort gevoel net voordat je in slaap valt. Ik ga ervoor zorgen dat je je lekker voelt. Geef je over. Ik raakte in een diepe trance. Ik hoorde zijn stem en volgde zijn instructies op. Ik ben de enige die je beter kan laten voelen, zei hij. Ik voelde zijn gezicht vlak naast dat van mij. Hij legde zijn handen op mijn schouders en masseerde me. Relax, zei hij. Toen vloog de deur open. 3 agenten stormden binnen en ik ontwaakte uit mijn hypnotische trance. Meneer Bergwijn, u bent gearresteerd en we nemen u mee voor verhoor. Het bleek dat hij alle sessies met zijn patiënten had opgenomen. De politie vond verschillende camera's in zijn kamer en belastend beeldmateriaal op zijn computer. Genoeg om hem op te sluiten voor langere tijd. Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen om deze man te ontmaskeren. Net zoals ik blij ben dat ik hypnose als therapeutisch instrument heb leren kennen. Ik heb inmiddels een nieuwe therapeut die ik 100% vertrouw. Zij heeft me geleerd dat ik gebeurtenissen uit mijn verleden helemaal niet hoef te vergeten. Dat er niets mooiers is dan het hebben van herinneringen. Zelfs als die herinneringen pijn doen.